Papa en mama beginnen tegen elkaar te schreeuwen. Ik wil naar ze toe, maar Orestes houdt me tegen. We wilden in het begin een soort spannende film maken, dat idee. Een spannende tv-serie. En dat is het ook wel aan het worden. Papa duwt mama op de grond. Ja, veel moord. Het jouwt echt een kick. Wat horen we? Wat horen we nu? Wat wij horen, dat zijn de geluiden die bij de voorstelling horen. En wat je ziet is, het is een spannende voorstelling. Dus daar horen deze geluiden bij. Nee! Nee, mama! Nee! 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 Pas op je zusje! Nee! Ik vermoord je! Er is een heid, die is leider van een volk. Die maat om u te varen, maar is zijn leger om oorlog te voeren, maat er zijn dochter offeren. Aan de goden, voor de oorlog. Doe normaal. Je moet die verhalen over de oorlog met een korreltje zout nemen. Vervolgens komt een uit zien hier, komt er wel weer om. Zijn vrouw is nog steeds hartstikke boos. Die besluit om haar man te vermadjen, omdat hij haar dochter vermadden had. En die band die werden daar wel leuk om. Dus die vermadje hun member en haar minnaar. En zij gaat het eens, die hield het, het is eens moord op moord op moord. Het gaat over een familie, het gaat over vaders en moeders. Het gaat over kinderen, hoe kwaad ze op elkaar kunnen zijn. Wat ze elkaar aandoen. En uiteindelijk hoe ze met elkaar door moeten of niet meer willen bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk gewoon een verhaal van alle tijden. Mama begint te gillen en ze houdt niet meer op. Mijn oudere zus is vermoord door mijn vader. En het gaat steeds door. En een beetje hoe ik daarmee leef. En dan word ik meestal huilend wakker. Maar ik weet dus niet of het een echte herinnering is of alleen maar een nachtmerrie. In het begin dan is het natuurlijk wel heel lastig. Toen voelde ik het ook niet echt. Maar nu begin ik het wel steeds meer te voelen en echt geëmotioneerd erdoor raken en zo. Dus dat voelt wel beter. Niet meer zo nep. Probeer het al vanzelfsprekend te maken dat ook al ben je hier, dat het daar allemaal terecht moet komen. Ja? Dus als je gezicht iets draait, dan moet je wel zorgen dat het daar terecht komt. Uw regisseur had het bewerken naar een soort van een beetje toegankelijkere versie, een beetje moderner rek. En dan vind ik juist heel mooi, zodat mensen zich echt er nou nog in herkennen. Zodat het stuk wel een soort van boodschap had wat gewoon was gewoon mijn kistje aan het meisje. Mama, het is al laat. Dan ga je toch slapen, kind. Jongeren komen natuurlijk ook wel in aanraking bijvoorbeeld met justitie, omdat zij beslissingen nemen die soms onverstandig zijn of soms ook verkeerd. Ik wil niet naar bed. Ik wil feesten. Waar is de muziek? Stil maar, laat ze slapen. Soms is dat te begrijpen, meestal is het wel op een bepaalde manier te begrijpen. En daar gaat het eigenlijk over. In hoeverre kom je tot daden, hoeverre kun je daar begrip voor opbrengen. Maar wanneer is het, moet je zeggen, nee, dit kan echt niet. Wat denk je nou? 10 jaar is lang. Ik ben een man, dus ja, het is wat je denkt. Oh. Je ziet mensen moorden en ook vermoord worden, maar uiteindelijk is het van ja, hij had wel een punt om te moorden, maar natuurlijk mag het niet. Maar het is, je leeft denk ik wel heel erg met iedereen eigenlijk wel mee. Je hebt haar vermoord. Ik dacht zelfs geen moord, maar ik vind het gewoon heel vet om te zien de vorm wat het nou krijgt in zo'n theater. Maar alle dochter, de bier, dan werd het zo spannend en zo echt. Als just hoe het nu mede-acteurs, dat speel je, dat stink ik echt van te zien. Dat vind ik echt machtig. Onze jeugd is verwaarloosd en maakt onze straten onveilig. De misdaadcijfers stijgen, het volk klaagt. De verdeeldheid is groter dan ooit. Het is eigenlijk denk ik wel mooi om mensen met een soort van vraag naar huis te sturen over hoe moeilijk dat eigenlijk is. Want eigenlijk, ja, het is gewoon heel moeilijk om te oordelen over dingen waar je, alles heeft al kanten of zo. Nou, wat ik heel mooi zou vinden is als mensen het theater uitgaan met een aantal vragen. Dat ze een aantal meningen hebben gevoeld. Van ik vind dit of ik vind dat. En dat ze in de loop van de voorstelling daarover gaan twijfelen. En daar nog eens een keer
wat langer over willen nadenken en liever nog napraten met elkaar. En wat mij betreft ook met ons. Dank aan koningin Temesra.